Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag een storytime voor jullie, voor de nieuwe kijkers. Hoi, mijn naam is Merlo Damien. Ik upload 2 keer in de week een nieuwe video over mijn jonge moederleven. Vind je dat leuk? Vergeet dan niet te abonneren. Dat doe je door hieronder te klikken. Belletje mee te nemen, zodat je op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. Vandaag heb ik een storytime. Zoals ik net al zei. Maar meer een storytime over hoe het nu met me gaat. Er zijn wel een aantal dingetjes gebeurd in de tussentijd. Wat ik eigenlijk nog helemaal niet gedeeld had. Of wat ik nog niet verteld had. En ik denk wel dat het goed is om dat soort dingen te weten. Weet je nog niet wat er is gebeurd? Of kom jij nu net kijken? Dan zou ik hier even de video linken. Zodat je het kan zien. En dan kan je beter daarna deze video kijken. Het is nu al een tijdje geleden dat het is gebeurd. Op zich gaat het nu wel echt goed met mij hoor. Daarvoor ging het ook wel goed. Maar ik had wel een paar dingetjes. Ik heb het nogal onderschat. Wat ik het dus over wil gaan hebben is hoe het nu met me gaat. Wil ik nog kinderen? Die vraag krijg ik ook heel vaak namelijk. Mijn emotionele rollercoaster. Ik ben nogal een type persoon dat heel vaak dingen kan weglachen. En dan diep van binnen toch nog wel een soort van verdrietig over iets ben. En ik ben ook wel een type die heel graag en heel snel dat het allemaal weer goed gaat. Weet je, er is geen tijd om te lang terug te zijn. Je moet gewoon door. En ja, daar wil ik het dus ook over hebben. Want dat is wel een beetje een valkuil van mij geweest. Ja, en hoe ik er nu eigenlijk voor de rest allemaal over denk. Op het begin, toen het net was gebeurd en ik kwam van het ziekenhuis, had ik al verteld. Toen was ik echt heel erg, ja, down en gewoon niet gezellig. Naarmate de tijd werd ik wel steeds vrolijker en wilde ik ook weer gewoon lekker filmen, want ik mis het filmen zo erg. Ik moet wel nu gaan doen wat ik leuk vind, waar ik energie van krijg. En dat is echt van filmen en editen, weet je. Ik hou er gewoon van. Dus op een gegeven moment ben ik dat gewoon weer gaan doen en niks aan de hand. Ik kreeg gewoon echt out of the blue, echt uit het niets gewoon, ineens een huilaanval. Ik dacht, oh my god. En ik vond dat niet leuk. Ik dacht wel van, jezus man, het is al zo lang geleden gebeurd, weet je. Come on, het hoeft nu niet meer. Ik ben er overheen. Come on. En ik gaf dat gevoel dat iedere keer kwam, het verdrietige gevoel, gaf ik geen ruimte. Ik dacht gewoon van, nee, weet je, ignore and go on. Totdat het iedere keer terug bleef komen en wel goed verwerken, weet je. Dus belangrijk dat je dat soort dingen goed verwerkt. En ik dacht, ja, maakt niet uit, weet je, ik heb het al verwerkt. Life goes on, ik doe gewoon mijn ding en here we go. En ik wilde daar niet naar luisteren. Ik was eigenlijk een beetje gewoon, ja, ik dacht gewoon dat ik het allemaal weer beter wist eigenlijk, kort gezegd. Het vaker gebeurde dat ik ergens was of dat ik ergens liep en ineens moest huilen, zoals ik als de hond uitlaat, aan het uitlaten was. En dan zat ik daar met tranen in mijn ogen en dacht ik, kut. Ik zit nu gewoon weer te janken. En weet je, hoeveel mensen kunnen me wel niet zien janken nu op dit moment? Ik loop hier gewoon random met de hond. Een paar weken later, toen had ik een verjaardag. Dus ik dacht, nou, ik moet nu ook weer naar verjaardag gaan, maar alles was goed. En ik was bang dat ik heel vaak de vraag zou krijgen van, hoe is het nu? En hoe voel je je nu? En ja, ik had gewoon geen zin om daar op dat moment over te praten of zo. Dus ik was bang dat ik iedere keer die vraag zou krijgen. Wat ook overigens geen goed teken is dat je dat hebt. Weet je, ik ga gewoon en als die vraag komt, dan probeer ik het gewoon zo goed mogelijk uit te leggen en heel vluchtig. Dus als iemand me vraagt, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Heb je het verwerkt? Ja, ja. Dat, zo ging het. Kapte ik het ook een soort van af. Een paar weken weer verder. Ik was ondertussen toen al wel bezig meer met video's maken en met vloggen. Ik merkte dat ik gewoon heel snel down werd om hele kleine dingen waar ik normaal nooit down om word. Ik had filmen was dat er iets niet lukte en dan werd ik daar helemaal boos. En ik dacht van, nou ja, wat is dit? Niks was goed, alles was eigenlijk, alles was gewoon kut eigenlijk. Alles wat ik deed was gewoon kut. Ik ga even slokje laten nemen trouwens. Dit kan niet heel erg goed zijn. Volgens mij moet ik hier wat mee doen. Ik had, by the way, zulke lieve berichten gekregen van mensen op mijn Instagram. Echt zo. Ik ben daar zo dankbaar voor. Want die berichten hebben mij wel positieve vibe gegeven. Ik was zo dankbaar dat die mensen op dat moment aan mij dachten. En ja, ik vond het gewoon echt super lief. Op dat moment dacht ik wel van, oké, volgens mij moet ik dan nu meer met mezelf aan de gang gaan, dacht ik. Zo, ja. Toen had ik een tweede verjaardag en dat ging niet zo goed. En weet je, ik snap dat mensen dat mij nog steeds zien als de zwangere, terwijl ik dat niet meer was. Dus het is ook helemaal niet erg. Maar ja, dan kreeg ik wel een vraag van, ja, hoe is nou met je zwangerschapmisselijkheid, terwijl ik niet meer zwanger was. En dat was wel een beetje een klap in mijn gezicht. Want toen
moest ik zo hard janken en huilen. Ik wilde ook weg daar. Dat was wel het moment dat ik wist van... Nee, Mer, jij hebt het echt nog niet verwerkt gewoon. Je bent echt niet goed bezig. Je bent het alleen maar continu aan het negeren, dat gevoel. En continu het aan het wegdrukken. En doen alsof je helemaal happy de peppy bent, terwijl je dat helemaal niet bent. Nogmaals, ik vind het helemaal niet erg, weet je. Natuurlijk, mensen kunnen dat natuurlijk helemaal niet weten als zoiets... denken dat je nog zwanger bent, ja, dan is dat logisch dat iemand dat vraagt. Het is juist hartstikke lief als iemand dat vraagt van, hey, hoe gaat het nu met je? En... Maar op dat moment was voor mij heel erg, omdat ik dus een miskraam had gehad en best wel een heftige miskraam had gehad. En dat ik dacht, oh, die vraag was, ik kwam echt te hard bij mij binnen. Terwijl als je het wat beter verwerkt hebt, dan komt het niet zo hard bij je binnen. En ik was ook echt helemaal jankend naar huis gegaan. Ja, echt janken gewoon echt als klein kind. Gewoon met geluid en alles heel lelijk. Toen ging ik met Nick een paar dagjes weg. Toen hadden we twee hele lieve, mooie mensen ontmoet. En die hadden mij toen een beetje inzicht gegeven in het omgaan met je gevoel. En toen zeiden ze ook tegen mij, ja, het gevoel mag er zijn. En wat voor gevoel het ook is, het mag er zijn. Dus of het nou angst is, of het nou verdriet is, of whatever het is, het mag er gewoon zijn. En sindsdien heb ik het eindelijk toegelaten. En het gekke is, wanneer je het verdriet dan toelaat, dan is het helemaal niet zo heftig. Dan is het eventjes er en dan is het weg. Het was wel vaker op een dag, merkte ik, dat ik dan verdrietig werd. En dacht ik, oké, maar weet je, het verdriet mag er zijn. Het is niet erg dat ik me zo voel, weet je. En dan... was het gewoon heel even de pijn, maar daarna ebte het ook weer weg. Terwijl als je het gaat verstoppen en weg gaat stoppen in hokjes en weet ik veel waar, wat je wil, dan krijgt het een leven van zichzelf of zo. Dan wordt het juist heftiger en wordt het juist moeilijker om het weg te stoppen, waardoor dat zoveel energie kost dat je en moe wordt en verdrietig bent. En als je moe wordt, dan ben je alleen nog maar meer verdrietig. Dus nu had ik geleerd van, oké, het gevoel mag zijn. En dat heb ik ook meegenomen naar huis. En ik had toen ook een boek gekocht. Ik weet even niet meer hoe die boek uit mijn hoofd heet. Maar ik zal even hier dit boek. En dit boek heeft mij zoveel geleerd over dat je je gevoel dus gewoon moet accepteren. Wat ik voorheen zo niet deed. Ik was aan het mediteren en ik dacht echt wel dat ik een zen persoon was. Maar dat was alles behalve dat. Want ik stopte alles weg, letterlijk. Alles wat ik voelde moest gewoon meteen weg. Alleen de positieve en de happy gevoelens mochten bij mij binnenkomen. En voor de rest, al dat negatieve moest gewoon helemaal weg. Maar eigenlijk was ik het gewoon aan het onderdrukken. En doordat je het de hele tijd onderdrukt, word je eigenlijk alleen maar ongelukkiger. Door dat boek, weet je, ben ik dat ook gaan toepassen. En er staan ook een paar handige tips in wat je kan doen om het gevoel te accepteren. En nogmaals, het is niet alleen verdriet, het is ook angst. Als je bepaalde angsten hebt of ja, eigenlijk voor alles. Alles wat eigenlijk naar voelt voor ons, daar helpt het bij. Zodat je het niet gaat negeren. Want ik denk dat we... Nou, laat ik voor mezelf spreken hoor. Ik denk dat ik dat heel erg heb gedaan. Het gevoel negeren. Weet je, natuurlijk, we zijn gewoon mensen. En we zijn soms verdrietig. En soms zijn we happy. En soms vinden we het allemaal kut. En soms zijn we jaloers. En dat zijn gewoon menselijke gevoelens. Weet je, het komt gewoon. En het is maar net hoe je er zelf mee omgaat. Anders proberen te doen is gewoon meer de gevoelens accepteren. Kijk, als ik een keer een dag heb dat ik denk van fuck it, alles is kut. Dan ga ik gewoon liggen en dan let ik op mijn ademhaling. En dan geef ik dat gevoel, dat mag er dan zijn. Ik hoef het niet weg te drukken. Ik krijg een beetje een schorre stem hiervan. Is het eigenlijk alleen maar beter met mij gegaan? En kan ik oprecht zeggen dat ik niet meer van die random huilbuien heb, dat niet. Dat was echt de periode dat ik dus in die emotionele rollercoaster zat. Ik kon heel happy zijn, maar ik kon ook heel down zijn. Ik kon weer heel boos zijn, ik kon heel geïrriteerd worden. Ik was er, maar soms was ik er ook niet. En nu, dat is eigenlijk een beetje mijn levensmotto nu geworden, dat ik minder nee zeg. Dus ik probeer zo vaak mogelijk ja te zeggen tegen dingen die... dus niet in mijn comfortzone liggen. En daarover gesproken heb ik een hele leuke, maar dat zien jullie in een volgende video. Heb ik iets waardoor ik echt uit mijn comfortzone ga, wat ik helemaal niet zou doen normaal, maar nu dus wel doe. En ik vind het best wel spannend. Ik vind het heel erg spannend. Ik had er zelfs diarree van. En of ik nog
kinderen wil? Ik krijg die vraag zo vaak. En ik weet... het is heel dubbel. Ik heb een heel dubbel gevoel. Want het eerste waar ik aan dacht toen het was gebeurd, dacht ik van... was de eerste vraag ook toen ik bijkwam, was ook van, oh, kan ik nog wel kinderen krijgen? En toen zei ja, was ik meteen gerustgesteld. Ik kan nog kinderen krijgen, yes. Toen ik thuis kwam wilde ik dat ook ergens, want ik miste het zwanger zijn. Ook al was het nog niet zo heel lang, ik miste het gewoon om zwanger te zijn. Ik miste gewoon om die gevoelens te hebben. Terwijl ik nog helemaal geen buik had, helemaal niks. Maar ik miste het gewoon. Ik moet nu even heel goed nadenken wat ik ga zeggen hoor, want af en toe... Toen ik thuis was, was ik dat niet meer... En dat vond ik heel vreemd en heel raar. Want ja, mijn lichaam bereidde zich voor op een zwangerschap. En die was er dan opeens niet meer. Dus dat vond ik heel vreemd. Dus toen dacht ik echt, nou, ik wil zo snel mogelijk weer zwanger zijn. Ook weer totaal niet willen verwerken, niet eraan willen denken. Gewoon doorgaan bij waar het was gebleven in mijn hoofd dan. En dat is dus echt fout. Maar naarmate de tijd en... Toen ik mezelf ook wat meer de tijd gaf en de angsten, want het is ook best wel een grote angst achtergebleven nu bij mij om zwanger te worden. Want ja, ik vond het niet echt fijn wat er toen gebeurde, weet je. Het was best wel heftig. Ik weet niet of ik er nu nog klaar voor ben. Dus als ik op dit moment moet zeggen, wil ik nog kinderen, is voor dit moment nee. En waarom? Omdat inderdaad, ik heb nog een stukje angst wat erbij komt kijken. En ik heb ook nog emotionele dingen die ik nog niet helemaal goed heb verwerkt. En als ik nu aan een nieuwe zwangerschap begin, wil ik daar goed in staan. Ik weet niet of ik het goed uitleg. Maar ik bedoel dat ik dan niet de bagage meeneem. Dat ik gewoon een happy zwangerschap heb. Want ik weet, als je zwanger bent, krijg je nog meer hormonen, krijg je nog meer gevoelens, word je nog meer... gegooid in allemaal verwikkelde dingen en je voelt allemaal dingen en je ik weet niet, ik kan niet zo goed uitleggen, maar in ieder geval dat. En ik wil niet de negativiteit wat ik dus mee heb gemaakt weer in een nieuwe zwangerschap meenemen. Ik wil dat echt los van elkaar kunnen zien. Maar ik weet niet in de toekomst. Maar voor nu nog niet. Ik ben nog bezig met te leren hoe ik de angst moet toelaten. Vandaar dat ik ook die mindfulness cursus heb gedaan, die wat later begint. Ja, ik denk gewoon, ik weet gewoon zeker dat ik daar heel veel baat bij heb. Zodat ik wat meer kan concentreren op wat er in mijn lichaam gebeurt. In plaats van wat mijn hoofd continu zegt wat ik moet doen. Hoe zie ik mijn toekomst vormen? Dat vind ik een moeilijke vraag. Wacht. Die moet ik even voor in mijn haar wrijven. Hoe zie ik mijn toekomst vormen? Mijn toekomst zie ik vormen dat ik sowieso veel... positiever ben? Nee, dat is echt zo'n cliché antwoord. Wacht. Even wachten. Ik weet het gewoon niet. Ik zie mijn toekomst gewoon voor me dat ik gewoon doe waar ik echt energie van krijg. Wat mijn passie is. En dat is filmen en dat is echt editen. In het dagelijks leven ben ik best wel introvert met andere mensen. Ik ben niet heel erg outgoing. Maar als ik mijn camera heb, dan voel ik mij wel echt helemaal super. En daar kan ik gewoon uren tegenaan lullen. En dat voelt gewoon fijn. Ik weet niet. Een beetje raar misschien als ik dit zeg. Maar dat is wel zo. Ik vind het gewoon fijn. Want ik denk ook als je me in het echte leven zou leren. Niet dat ik heel anders doe voor camera. Dat echt niet. Want zo ben ik ook gewoon met Nick. En zo ben ik met mijn kinderen. Maar ik heb gewoon met mensen die me echt goed kennen weten dat ik ook zo ben. Maar ik heb gewoon moeite met nieuwe mensen of zo. Ik weet niet. Ik vind het gewoon altijd een beetje... spannend. Ja, ik ben gewoon best wel introvert wat dat betreft. Mijn toekomst ziet eruit dat ik gewoon nog steeds filmpjes maak. En dat ik daar gewoon nog steeds heel veel energie en lol uit haal. Yep. Dus ja, dat was het eigenlijk een beetje kort samengevat. Het gaat nu wel goed met mij. En ik voel me ook goed. En als ik me kut voel, dan laat ik het toe. En als ik me shitty voel, laat ik het ook toe. Ik ben wie ik ben. En ja, I'm happy with myself. Echt. Dat ik meer van mezelf moet gaan houden. Oké, nu ben ik wel benieuwd naar of jullie ook tegen dingetjes aanlopen en hoe jullie ermee omgaan als je verdrietig bent of als je angstig bent of whatever. Laat het mij hieronder weten en dan, ja, ik vind het gewoon fijn om ook van anderen te horen hoe zij met hun problemen omgaan en misschien kunnen we van elkaar leren. Dat zou helemaal goed zijn. Ik ga nu weer verder. Ik ga verder.
En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. En vergeet niet, volgende week dus heb ik heel erg spannend nieuws. Want ik ga iets doen wat uit mijn comfortzone ligt. Dus ja, spannend. Dus blijf kijken. En ik zie jullie de volgende week. En een hele dikke knuffel en een dikke kus. En een gezegende week. Doei doei!